Vanaf maandag 1 december kunnen mensen gratis parkeren met een parkeerschijf in het gehele centrum van Kerkrade. Onlangs demonstreerden de ondernemers uit Kerkrade massaal op het Marktplein. De gemeente Kerkrade komt met de maatregel tegemoet aan de eis van de ondernemers om het parkeren gratis te maken. Voor de parkeergarages Orlando en Wijngracht en het atriumterrein wordt een uitzondering gemaakt. Daar zullen bezoekers van het centrum nog steeds moeten betalen. Voor centrumbezoekers en inwoners van het centrum is het een grote verbetering. Ja, ik vind het prima. Het is voor Kerkrade geweldig. Het loopt anders leeg en ik vind het heel belangrijk dat de mensen die komen, dat die tenminste nog kunnen parkeren zonder te betalen. Dat is in ieder geval positief. Ik vind dat een hele goede set en dat moet zeker zo blijven. Want er is niks belangrijker als een heel aantrekkelijk winkelcentrum vol wil hebben met bezoekers en met toeristen en met mensen die hun koopjes willen doen. Dan moet je zorgen voor een gratis parkeerplaats. Als mensen op een klokje moeten gaan kijken, oh, mijn half uurtje is om, ik moet mijn muntjes weer erin gaan gooien, dat werkt niet. Dus zou zeggen, Kerkrade houden zo. Het parkeren zal tot eind 2015 gratis blijven.